publieke omroep, commercieel, de omroepwet, kijkcijfers en de mol, televisie kijken in Nederland. Actie! Nog 2 dagen en dan starten we met een nieuwe spannende Nederlandse cirkel. Televisie kijken is leuk, leerzaam of allebei tegelijk. Er zijn spannende programma's, programma's waarbij je kunt lachen of waaraan je kunt meedoen en programma's waar je wat van kunt opsteken. Sommige programma's zijn speciaal gemaakt voor kinderen. Weer zo'n schitterende natuurserie bij de EO. 5 seconden. De televisie bestaat nog niet zo lang. Zo'n 40 à 50 jaar geleden was er alleen radio. In 1951 kwamen de eerste televisietoestellen. Die waren nog erg duur. Elke zaterdag was er 1 programma te zien van ongeveer 1 uur in zwart-wit. Feest! Feest! Boom! Mikkie! Hallo? Ja, met Piepo de Clown. Wat zegt u? Nee, Salomo is nog niet terug. Langzaam maar zeker kochten meer mensen een televisie. Er werden meer programma's gemaakt. Nu zijn het de hele dag programma's op allerlei verschillende zenders te zien. In Nederland vinden we het belangrijk dat alle meningen aan bod komen. Ook van kleine groepen mensen. Daarom is er een wet gemaakt, de Omroepwet. In die wet staat dat de omroepen culturele programma's moeten brengen, informatieve programma's, leerzame en ontspannende of amusementsprogramma's. Op dit moment zijn er in Nederland 8 omroepen. Op Nederland 1 de AVRO, de KRO en de NCRV. Op Nederland 2 de TROS, Veronica en de EO. En de VPRO en de VARA op Nederland 3. Ze heten publieke omroepen. Er zijn nog meer organisaties die programma's maken. Zij zijn over die 3 televisiezenders verdeeld. Bijvoorbeeld de Nederlandse Onderwijstelevisie, de NOT. Verder Teliac, de NOS en tegenwoordig de NPS. Televisieprogramma's maken of kopen is erg duur. Dat geld moeten de omroepen ergens vandaan halen. Het komt bijvoorbeeld van de reclame via de Ster. De Ster verkoopt zendtijd aan bedrijven die reclame willen maken op Nederland 1, 2 of 3. Het geld dat de Ster daarmee verdient gaat voor het grootste deel naar de publieke omroepen. Meer reclame op televisie is meer geld. Je kunt lid worden van een omroep. Dat kost een tientje per jaar. Maar als je een abonnement neemt op hun programmablad, ben je ook lid. U kunt nu weer lid worden van de VPRO. Het meeste geld komt binnen via het kijk- en luistergeld. Iedereen die een televisie heeft, moet dat betalen. Het kijk- en luistergeld is eigenlijk een soort belasting. Behoorlijke boete opleveren. Veel mensen zijn dol op amusementsprogramma's zoals All You Need Is Love van Veronica. Dat soort programma's trekken veel kijkers. En dus kijken er ook veel mensen naar de reclame voor en na het programma. Maar er zijn ook programma's waar veel minder kijkers naar kijken. Zoals een klassiek muziekprogramma. Hier kijken maar weinig mensen naar. Daarom zijn er minder bedrijven bereid om televisiereclame te maken rondom zo'n programma. En minder reclame betekent minder geld voor de publieke omroepen. Maar in de omroepwet staat dat alle soorten programma's aan bod moeten komen. Dus de kijkers hebben recht op dit soort programma's. In 1989 kwam er een nieuwe zender bij, RTL 4. Deze zender zendt uit vanuit Luxemburg en is dus eigenlijk een Luxemburgse zender. Daarom krijgt RTL geen geld uit de pot van de publieke omroepen. In 1993 kwam daar ook nog RTL 5 bij. RTL 4 en 5 hebben dus niets te maken met de Nederlandse omroepwet. Ze zijn ook niet verplicht om verschillende soorten programma's te maken. Het zijn commerciële zenders. Al het geld dat zij nodig hebben, komt uit de reclame. Ze hebben geen andere inkomsten. Zij zullen dus geen programma's uitzenden die de kijkers niet leuk vinden. De organisatie die voor deze zenders de reclamezendtijd verkoopt, heet IP. Het geld dat de IP daarmee verdient, gaat naar RTL 4 en 5. Ook RTL 4 en 5 hebben er alle belang bij dat zoveel mogelijk mensen naar hun programma's kijken. Penny,
Huisman. Populaire programma's als de Surprise Show leveren veel reclamegeld op voor RTL. Bedrijven willen graag adverteren, want als er veel kijkers zijn, kan een bedrijf in één klap met zijn reclamespot miljoenen mensen bereiken. RTL 4 en 5 mogen ook veel meer uren reclameboodschappen uitzenden dan de publieke omroepen. Zij mogen 15% van de uitgezonden tijd reclame maken. Ook mogen ze tijdens programma's reclame uitzenden. Hallo. De publieke omroepen mogen alleen reclame uitzenden voor en na een programma. Ze mogen hun programma niet onderbreken voor de reclame. Publieke omroepen mogen maar 6,5% van de uitgezonden tijd reclame maken. Commerciële zenders mogen 2 keer zoveel reclame maken. Het wordt steeds belangrijker voor de omroepen om te weten hoeveel mensen er naar hun programma hebben gekeken. Want meer kijkers betekent meer reclame en dus meer geld. Daarom wachten de omroepen de dag na hun uitzending altijd vol spanning op de bekendmaking van de kijkcijfers. Die geven aan hoeveel mensen er hebben gekeken. Vorig jaar trokken de commerciële zenders net zoveel kijkers als de publieke omroep. Gisteren keken 1.360.000 kijkers naar het programma Het Rad van Fortuin. En naar het programma Man en Macht keken 230.000 kijkers. In de jackpot. De publieke omroepen, behalve de VPRO en de EO, proberen nu steeds meer programma's uit te zenden waar veel mensen van houden. De TROS heeft al jaren veel succes met Derk. Een omroep koopt dit soort series in het buitenland. Dat is goedkoper dan ze zelf te maken. Daarom krijgen we ook zoveel buitenlandse series te zien. Ook RTL koopt series in het buitenland. Oh, de beautiful. Straks. Hier op 4. Veel televisieprogramma's komen uit eigen land. Steeds vaker worden ze gemaakt door televisieproducenten zoals Joop van den Ende. Sinds vorig jaar werkt Joop van den Ende nauw samen met John de Mol in Hilversum. Samen heten ze nu En de Mol. Ook de publieke omroepen laten veel programma's maken door En de Mol. Veronica zal in september van dit jaar een commerciële zender worden. Dat kan omdat de omroepwet veranderd is. Veronica gaat dan samen met En de Mol programma's maken. Op dit moment maakt En de Mol veel programma's voor RTL. Even leek het erop dat En de Mol geen programma's meer voor RTL zou maken, maar alleen nog maar voor het commerciële Veronica en de publieke omroepen. Joop van den Ende was daar blij mee. Vrienden voor het leven, zij zoekte warmte bij hem op. Vrienden voor het leven, hij wijst om haar humeur weer op. Ik ben echt gelukkig, een feit. Maar Joop van den Ende veranderde zijn mening. Want op dit moment zijn de onderhandelingen tussen En de Mol, Veronica en RTL in volle gang. Waarschijnlijk komen er door Veronica 2 nieuwe zenders bij. Hoe de toekomst van de publieke omroepen eruit zal gaan zien? Als commerciële zenders zoals RTL 4 en 5 en straks Veronica steeds meer kijkers trekken en dus meer reclamegeld ontvangen, hebben de publieke omroepen steeds minder inkomsten. Om te overleven zullen ze iets moeten doen. Maar het is nog maar de vraag of er geld genoeg overblijft om al de publieke omroepen op Nederland 1, 2 en 3 te handhaven. Heb je nog vragen, dan kun je na de uitzending ons 06-nummer bellen.